Hallo allemaal, ik ben Carla en ik ga nu de mythen bespreken die in het eindexamen 2023 aan bod komen. En dit zijn nu de mythen rond Semele. Daar zit namelijk een hele lange voorgeschiedenis bij en ik heb ze even allemaal bij elkaar gezet. Het begint namelijk niet met Semele, maar met een voorouder van Semele. Het is hier de Thebescyclus, maar het gaat hier over Europa. Europa is, zoals hier staat, de dochter van Agenor in Fenicië, in de stad Tyrus. En Fenicië ligt in het huidige Libanon, Israël. En Jupiter, zoals altijd op zoek naar een mooie minnares, ziet haar, raakt verliefd op haar en wil haar dan benaderen in de vorm van een hele mooie stier. Op dit plaatje van deze kunstenaar Serov is het een bruine stier, maar volgens de traditie is het een hele mooie witte stier. Een hele witte, lieve stier die op het strand naar haar toe komt. En zij vindt hem zo lief dat ze denkt, oeh, misschien kan ik wel op zijn rug rijden. Ze klimt op zijn rug en ja hoor, hij staat dat allemaal toe. Het is zo'n makbeest en zo'n mooi beest en zulke lieve ogen. Maar op een gegeven ogenblik draait hij om naar zee en gaat zwemmen in zee. Nou, prinsessen kunnen natuurlijk niet zwemmen, dat mogen ze niet. En dat hebben ze niet geleerd. Dus zij krijst en krijst, maar niemand kan haar helpen. Er is geen boot in de buurt. En hij zwemt en hij zwemt en hij zwemt naar Kreta. Kreta is het eiland, eigenlijk werd gezien als het eerste eiland dat bij dit continent behoorde en niet bij het Klein-Aziatische continent waar Libanon eigenlijk dan bij hoort. En omdat Europa daar landde, noemden de Grieken voortaan Europa Europa, omdat Europa daar geland is. Zij verandert niet, er is geen metamorfose hier. Ze krijgt wel een aantal kinderen. Minos en Radamantis zijn hele belangrijke legendarische koningen. Minos wordt de koning van de Minoïsche cultuur. En Radamantis is de rechter in de onderwereld. Hoe het verder met Europa gaat, ja, ze krijgt de kinderen, dus het zal wel goed gaan verder. Ze krijgt nog 3 zonen eigenlijk, ze krijgt er nog 1. Het heet de Thebescyclus, want Cadmus moet van zijn vader op zoek gaan naar zijn zus. En dat doet hij, maar hij vindt haar maar niet. Hij weet natuurlijk niet dat zij meegevoerd is, ontvoerd is door een stier. Of hij gelooft het dan niet. Maar hij gaat dan naar Delphi, hij weet niet wat hij moet doen. En dan krijgt hij het orakel, volg de koe totdat ze gaat rusten en sticht daar een stad. Nou, uiteindelijk komt hij dan in Boeotië. Moet je nagaan, Delphi ligt toch wel een flink eindje van Boeotië vandaan. Maar daar gaat de koe pas rusten. Dus dan denken ze, oh, daar kunnen we een stad stichten. Ze hebben water nodig, die mannen gaan water halen en die worden dan gedood door een draak. En dan moet Cadmus ook nog eens keer die draak doden. En dat is op deze faseafbeelding afgebeeld. Dan komt Minerva, Athene, hem te hulp en zegt, al zijn mannen zijn dus dood. Dan komt Minerva hem te hulp en zegt van, zaai de drakentanden. En uit die drakentanden komen dan gewapende mannen die met elkaar vechten. En uiteindelijk blijven er 5 over. Dit thema, deze trope van een draak waarvan je de tanden zaait en daar komen gewapende mannen uit die met elkaar vechten, is ook bekend van, ik wist hem daarnet nog, Jason. Jason die in Kolchis ook draakentanden moet zaaien. Nou, met die 5 die dan overblijven, bouwt Cadmus zijn nieuwe stad Thebe. Dus daarom is dit Thebescyclus. En Cadmus die heeft eigenlijk wel een mooi einde. Hij trouwt met een dochter van Mars, van Ares, Harmonia. En Harmonia is eentje die altijd wel voor de harmonie gaat, zoals haar naam al zegt. Dus het zal een gelukkig huwelijk geweest zijn. We zijn nog steeds niet bij Semele, want eerst wordt ook nog het verhaal van Diana en Actaeon verteld. En Actaeon is een kleinkind van Cadmus, dus hoort bij het Thebaïdse koningshuis. En deze Actaeon is een beetje zielig. Hij zag Diana toevallig terwijl ze naakt een bad nam. En dat wil ze niet hebben. Zij verandert hem in een hert en stuurt zijn eigen jachthonden op hem af die hem verscheuren. Op dit plaatje zie je hier, Diana is onder andere herkenbaar aan dat maantje daar op het hoofd van die ene vrouw. En in de verte zie je Actaeon langzamerhand veranderen in een hert. Dan denk je, hoezo is dit van belang voor het verhaal van Semele? Eigenlijk niet. Alleen maar om te laten zien dat het huis van Cadmus, het Thebaanse huis,
nogal wat rampen heeft met betrekking tot de leden van het koninklijk huis. En er is een discussie ontstaan tussen de goden of de wraak van Diana nou rechtvaardig was of niet. En Juno zegt er niks over, maar ze is al wel van plan wraak te nemen op Semele. Nou, waarom op Semele? Ze is al boos op het Thebaanse huis omdat Europa een minnares van Jupiter was. En nou heeft hij weer een minnares genomen uit hetzelfde koninklijk huis, namelijk Semele. En dan is ze ook nog eens een keer zwanger, dus dat maakt het nog erger. Dus daarom wil, ze is toch beu dat ze allerlei minnaressen aan moet zien en verder niks kan doen. Dus ze neemt het heft in eigen handen, zegt ze in de tekst. En ze gaat het nou zelf doen. Zij gaat dan in een vermomming, in een vermomming komt ze bij Semele. In de vermomming van Beroe, haar oude vertrouwde voedster, dus Semele luistert daarna wel. En die zegt dan, ja, iedereen kan wel zeggen dat hij Jupiter is, maar laat hem dat maar bewijzen. Laat hem maar komen in zijn goddelijke gedaante. Nou, door een eed van op de Styx kan Jupiter dan niet meer onder deze belofte uit. Hij had namelijk beloofd dat hij alles zou doen wat ze wilde. Hij probeert nog zijn macht te verkleinen. Hij neemt een tweederangs bliksem mee. Hij probeert alles een beetje te dempen. Maar het lukt allemaal niet. En als hij daar in zijn goddelijke gedaante komt, dan verbrandt zij gewoon. Ze was al wel zwanger. En Jupiter wilde toch wel graag zijn kind redden. Dus hij snijdt haar open en stopt haar zoon Bacchus, die dan nog 3 maanden moet gaan, in zijn dijbeen en houdt hem daar 3 maanden. Totdat hij volgroeid is en totdat hij dan geboren kan worden. En daarom is dit de enige eigenlijk, de enige halfgod die vanaf zijn geboorte goddelijk is, omdat hij 3 maanden lang het goddelijke bloed Igor door zich heen gekregen heeft. En dat waren de verhalen die zich bevinden in het eindexamenboek 2023 rond Semele. Tot de volgende keer.